En ik zal jullie op de hoogte houden. Mijn testuitslag was binnen van de corona. Yay. Ik zeg, ja, weet ik allemaal al. Ik zeg, maar ik heb een probleem. En dat is, ik snap zeker 2 lieftallige honden. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer zondag 12 van 12. Ja, de 12e van de 12e. En het is dus weer de 3e adventszondag voor kerst. En ja, we gaan er gewoon weer voor. En ik zal jullie op de hoogte houden. Mijn testuitslag was binnen van de corona. Jee. Nou, ik heb het hoor. Ja, maar ik merk alleen nog niks. Ja, koest. Nou, en? Doe ik ook als ik bronchitis met, astmatische bronchitis met kara heb. Hoest ik ook. Als ik de griep heb, hoest ik ook. Nou, hoest ik ook. Ja, nou, en? Lekker belangrijk. Verder heb ik geen koorts. Ik voel me niet ziek. Niks. Noppenjendo. Dus we gaan er gewoon weer voor. En we gaan gewoon weer door met die banaan. Ja, ook al is ik geen banaan, hè, dat doet er niet toe. Nou, daar zit er natuurlijk weer eentje op het, de kachel, de vensterbank. En daar ligt er een. En die moet er nog uitgelaten worden. Maar ja, tenminste, die kleine die zit in de tuin geweest, zij wou niet. Nee. En het is bagger weer. Oftewel rot weer. Het is nu ook 4:01. Dus dan weten jullie wel hoe laat het alweer is. En ik was niet vooruit te brandelen. Ik had vannacht weer amper een oog dicht gedaan door de heer Kandolf genaamd. Die vond het weer nodig en leuk om mij als trampoline te gebruiken. Over mij heen te walsen, alsof het een walsmachine was. En dan ging hij weer lang uit over me heen leggen. Dan ging hij weer zitten zijn eigen zelf te poetsen. En dat allemaal bovenop mij. Ja, doe dat ergens anders dan in je vrije tijd. En niet op mij. Nu zit meneer hier. Althans staat hier. Dus ja, dat dus. Maar ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Geniet ervan. Ja, doen wij ook. We gaan gewoon door. Dus geniet met alles wat jullie doen, maar ook wat wij doen. Geniet daar ook van. Ken je me nog niet? Ben je pas nieuw? Nou, kun je ook helemaal naar beneden scrollen en daar gaan beginnen. Hier en daar een filmpje eruit pakken en wat jouw aandacht trekt en dan zie je het wel allemaal hoe ik dus ben. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van deze namiddag, want zo laat is het allemaal weer. En vergeet niet de televisie aan te doen om 6:15, komt er weer een, een kerstfilm op RTL 8. Dus helemaal geweldig. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, het is al reeds avond. Ik heb net lekker mijn eten op. En uiteraard hak er een wijntje bij en een bakje koffie. Want het is weekend en dan mag het gewoon weer. Hé, hey, hallo, jonge dame. Hallo, jonge dame. Kom je doen? Maar in ieder geval, ik heb de GGD aan de telefoon gehad. Ze belden me eerst op en toen zat ik op het toilet. Ja, en ik ben geen telefonist. Ik neem niet mijn telefoon mee naar de wc. Nee, doe ik niet. Ik knekel aan. Bel eens later maar weer terug, denk ik dan. Maar ja, toen zag ik dat het GGD was. Dus ik bel terug. Maar toen kreeg ik een bandje te horen. Dat ik hoefde niet terug te bellen. Hun bellen mij later terug. Maar op een gegeven moment belde Karin weer. En die zei, heeft u niet een e-mail? Dat weet ik veel, dus ik kijk en ja, ik had een e-mail, daar stond de telefoonnummer in. Dus dat heb ik gebeld. En dan moet ik eigenlijk in principe tot vrijdag binnen blijven. Ik zeg, ja, weet ik allemaal al. Ik zeg, maar ik heb een probleem. En dat is, ik zeg ook, ik heb 2 lieftallige honden. Die mag ik uitlaten. Ja, maar mits ik niet door de drukte ga. Welke drukte? Ik zie bijna nooit niet de kop. En als ik dat zie, dan lopen die meestal op de stoep. Of een aantal x meters voor me. En dat zijn er hooguit dan 3 die ik tegenkom.
Maar nooit niet op een kluitje bij elkaar, dus wat voor drukte. Ja, auto's die langs je heen razen, als er een file komt van Texlaf. Ja, maar dat zit allemaal veilig opgesloten. En ik loop veilig door de buitenlucht. En dat moet kunnen. Ja, ik ben niet ziek, dat zien jullie toch? Ik ben zieker van de hoofdpijn dan, en mijn rugpijn dan nu, hoor. Ja, maar het maakt allemaal niet uit. Ik zit nou lekker trouwens een kerstfilm te kijken. Ja. En wat ik ook mee bezig ben, in de reclameblokken een filmpje te doen. Ja, en dat filmpje heet... Hoera! Onze lieve Marianne Boon is jarig vandaag. Dat was dus 7 december. Dan weten jullie dat even dat die vlog er ook aan gaat komen. Morgenmiddag om 14:30. Dus leuk en gezellig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Ga ik ook doen. En ik zou zeggen, tot later. Doei!